Hoe oud hij nou is? Want er circuleren verschillende geboortedata. Hoe oud ben je nou? 17 of 18? Ik ben 18. 18. Ik ben op 29 juni geboren in plaats van 1 januari. Maar dat staat op Wikipedia. Ja, klopt. Dat klopt niet. Dat was een foutje. Dat klopt niet altijd. Nee. Wanneer hoorde je dat je voor het eerst in de basis kon gaan spelen? Donderdag. Voor de training. En? Ja, wat deed het met je? Ik was wel blij natuurlijk. Gewoon ja. Dat je het vertrouwen krijgt. Je hebt er twee keer aan geroken als invaller. In de basisstart is het natuurlijk anders. Is het andere voorbereiding, nervositeit voor de wedstrijd? Goed geslapen? Ja, dat is gewoon... Je weet van tevoren niet of je erin komt. Dus dat is gewoon heel ontspannen. En ik moet zeggen, omdat ik het donderdag al wist, kon ik er ook lekker naartoe leven. Niet dat ik heel veel spanning had of zo. Dus. Nee, nou wil je bij een 17 of 18-jarige nog wel eens zien dat er sprake is van enige nervositeit bij de eerste ballennames. Had je er geen last van, geloof ik, hè? Nee. Is dat je karakter ook? Ja, ik ben gewoon een goede voetballer, zeg ik zo. Gewoon goed aan de bal, dus geen reden voor paniek. Dus geen nerveuze dingen voor mij. Nee, maar je staat tegen een reusachtige spits die een wedstrijdje of 60 in de Bundesliga heeft gespeeld. Maar onbevangen, kan je dat aanpakken? Ja, ik moet zeggen, het ging me goed af. Maar hij was wel pittig, vooral in de luchtduels. Ja. Maar in het systeem met drie verdedigers is het gewoon... makkelijker voor mij, omdat ik ook naast twee grote jongens sta. Dus ja, ik moet zeggen, leuk om tegen zo iemand te spelen en dan om zelf te meten. Je stond op de positie van Bazour. Wat zei hij tegen je halverwege? Na de wedstrijd of voor de wedstrijd? Nee, in de pauze. Daar kwam even naar je toe. Oh ja, hij gaf me een paar tips voor de tweede helft. Dat ik anders moest doen. Ja. En dat ik het gewoon goed deed. Nou ben jij de zoon van Tim. Daarmee ook gelijk het neefje van Jori. Ja. Aanvaller. Wat heb je van die twee meegekregen? Gewoon dat ik er lekker van moet genieten. Dat ik mezelf niet te veel druk op moet leggen. En dat ik, mijn kwaliteit komt wel bovendrijven. Dus daar hoef ik me geen zorgen om te maken. Nee, nou was Tim een hele zelf... Ik heb hem vaak geïnterviewd. Een hele zelfkritische speler. Is hij ook heel kritisch naar jou toe? Valt het mee? Natuurlijk. Je moet altijd kritisch zijn. Maar het is niet dat hij alle foute dingen benoemt. Nee. Dit smaakt naar meer. Bazour komt dan terug, hè, van de schorsing. Er is ergens een ander plekje in het elftal waar je denkt, nou daar ga ik me maar eens op richten. Ja, wie weet, dat zie ik vanzelf wel. Ik bedoel, ik ga dit jaar gewoon lekker leren kijken naar Bazour. Dat is natuurlijk een van de beste. En dan zie ik wel hoeveel minuten ik ga maken. Succes daarbij. Dankjewel. Dankjewel.